Nee, dan maar als ze van alles en nog wat tussen haakjes drie keer. Luister even de eerste keer, dan gaat meester Boets die flow voordoen. En als je mee kan doen, doe je hem de tweede keer gewoon mee, ja? Oké, luister even naar meester Boets, daar gaat hem voor. Goed luisteren, bij de tweede keer kan je meedoen als je wil, ja? Oké. Ik hou van mijn wijk, op en voor jullie blij, voetballen wij, hoe laat is het tijd? Chillen met mijn vrienden op die rambaan, met de wijk, haal hier in de snackbar. We doen voor alles en nog wat, van alles en nog wat, van alles en nog wat. En daar rappen en basketbal, van alles en nog wat, van alles en nog wat, van alles en nog wat. En daar rappen en basketbal. Ik heb Gil, mijn vriend, werk van de Urban Family. Wat gebeurt er hier vandaag allemaal op de Vierambacht? We zijn met de kids een wijkregelnummer aan het maken. In plaats van de borden die je op de pleintjes ziet, zijn we cd's aan het maken met de kids. En we laten hun gewoon rappen over de wijkregels, de goede dingen wat moet gebeuren in de wijk. Ik loop in mijn wijk en ik heb het naar mijn zin. Ik loop in mijn wijk en ik heb het naar mijn zin. Ik hou van mijn wijk, oh ik ben in het lijf. Voetballen wij, hoe laat is het tijd? Chillen met mijn vrienden op Vierambacht. In de wijk gaan hier in de snackbar. Waarom doe jij mee met dit rappen over de wijkregels? Ik vind het leuk. Wat vind je er leuk aan? Ik wil meer vertellen over mijn wijk. Want wat heb jij met je wijk? Ik hou van mijn wijk. Ik ben Enes. Waarom doe jij mee? Ik vind het leuk en het is gezellig. En ik vind het gewoon leuk om rap te schrijven. Nu werken jullie naar een groot optreden toe. Denk je niet dat dat heel spannend is? Zou je het dan nog wel durven te doen? Ja, ik durf het wel. Hou jij van je wijk, doe dan met ons mee van één. Hou jij van je wijk, doe dan met ons mee.